Wie nog meer? Jij ook, kom maar. Kom jij ook maar. Ja, jij kom ook maar. Ja, kom maar. Caroline. Kan je niet zingen? Des te beter. Je kan heel goed zingen. Kom dan ook maar. Vooruit maar, voor deze keer. En waar zijn die Spaanse dansers? Dat verwacht ik. Wie kan er heel goed dansen hier? Spaanse dansers. Kunnen jullie dat ook nog? Ja, jullie mogen dansen en zingen dan. Even kijken, hij is hoor. Wel ingeënt, hè? Podium afval. Als je maar ingeënt. Nee, blijf wel. Kijk je publiek aan. Het publiek mag even een hartelijk applaus voor deze dappere kinderen. Jullie kennen de tekst: Abonita, bonita, bonita banana, bonita, bonita, bonita banana. Jij hebt een goede plek. Makkelijk. En jullie weten nog hoe je Spaans moet klappen? Ja? Oké. Okay. Allee! Allee! Klap, klap, klap! 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 Ja! Bonita, bonita! Bonita, banana! Zonnige dag in een bananatros. Bonita, binaal, de familie los. Om ver weg te zijn, iets anders te doen. Ze was er nog wat jonger, dus een beetje groen. Ja! Bonita, bonita. Bonita, banana. Naar een land waarvan ze wist waar de bananenjongens zijn, ja ja beslist. Ze ontmoetten er één, zijn naam was Fred. Ze speelden hun spel in het bananenbed. Ja! Bonita, 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 banana. Van de nacht, wat deden zij toen? Bonita is nu geel, ze was toch groen. Ze nam Freddy mee naar haar bananatros. Ze maken daar een feest, de zomer erop los. Bonita, bonita. Spaanse klappers nou! Hey! Klap, klap, klap! Klap, klap, klap! Hey! Ja! Bonita, bonita! Bonita, bonita! Zo mooi als we kunnen, allemaal samen. Ha-bonita, banana. Bravo, fantastisch. Jullie hebben zo goed dansen. Jij wel, hè? Nou, ga maar weer eraf. Maar nog een applausje voor deze dappere kinderen. Huh?
Goedenavond, heren. Hallo. Zij allemaal hier. Hallo. Contact. Laat even zien. Laat zien en gooi over de camera. Thank you.
Smile.
Blauw. Ja. Vier, hallo geluid. Nummer vier. Nou, de mensen die hier al een tijdje rondlopen, hebben ik Leslie al een keer hallo kunnen horen. Ja, ik ben er. Hallo. Hallo, Ileana. Yeah. Maar ja, voor Ileana zijn we niet hier. We zijn hier voor Nick. Nick. Die komt mooie verhalen vertellen uit Zuid-Afrika. Met heel veel geluid. Heel veel geluid. In het Nederlands, zo goed als het gaat. En in zijn schitterende taal natuurlijk. Ja, zijn lichaamstaal, daar kunnen we niet omheen. Dat gaat maar door. Nick, Leslie. Mamangi. Oh, welcome. It was ain't a nail part. Een groot, dikke beest, zoals ik. En deze nailpaard was heel jaloers op die flamingo's, wat dagelijks van die rivier. Dura a tua ausência. Se não multidoia, bom presença, em existência.
distante. Souffre pas, pense à mort, que ça te parle. Parmi moi, à quel amour t'as parlé en haut. Parmi moi, à quel amour t'as parlé en haut. Parmi moi, à quel amour t'as parlé en haut. Parmi moi, à quel amour t'as parlé en sur la possession. Si ma petite oya, mon présence, et une existence. Si ma petite oya, mon présence, et une existence. Bye.
we staan hier dus op het Spectrumfestival. Hier is een van de grote organisatoren van het Spectrumfestival. Zeg je naam even. Ik ben Hugo. Hij is Hugo. En hier? Ineke. Zijn medehelft. Wat is dat, het Spectrumfestival? Een sensationeel gebeuren midden in de zomer. Ja, dat slaat weer nergens op, hè? Een sensationeel gebeuren midden in de zomer. Kun je daar even iets meer over vertellen, ja? Als je nou vanavond later komt, dan kan ik meer vertellen. Maar nu zit ik met mijn gedachten ergens op. Lamme arm krijg ik ervan, lamme arm. Er valt niks zinnigs uit die jongen te krijgen, hè? Dus ik kap ermee. Straat, kom er eens in alsjeblieft. Ik moet even wat drinken, hoor. Met Henk, Henk, zijn er al lunchpakketten voor Hakim gearriveerd? Nee, hey, zes. Die heb ik nog niet gezien, over. Mooi, dan zullen we ze even klaarmaken en dan komen ze alsnog. Hoeveel moest er zijn? Vraag eens of hoeveel moest er zijn. Oh. Hoeveel moeten er zijn, hè? Als het kan, drie. Drie stuks. Oh, ja. Drie stuks. Chelsea! So I love you. Hallo. Yes, ma'am. Emily, you beauty potato. Yes, ma'am. Emily, you cook that potato. Yes, ma'am. I say. Ik hou van jou, maar je weet het niet. Ik hou van jou, maar je weet het niet. Ik hou van jou, maar je weet het niet. Ik hou van jou, maar je weet het niet. Ik hou van jou, maar je weet het niet. Ik hou van jou, maar je weet het niet. Ik hou van jou, maar je weet het niet. Ik hou van jou, maar je weet het niet. Ik hou van jou, maar je weet het niet. Lady man, come in. Open the door, lady man, come in. Open the door, lady man, come in. Open the door, lady man, come in. Over the ready man, could the end. Open the door, lady man, come in. The mansions, the rent, the youngest, the end. Open the door, lady man, come in. Open the door, lady man, come in. Open the door, lady man, come in. Over the ready man, you the end. Open the door, lady man, come in. Hey. Something by me, wasabi, ori, mi, mi, bero. Something by me.
De kinderen werkt altijd. Ja, altijd oproerend. Zie je de smullen daar? Oh, we zijn al lekker kwijt. Dat mag niet, want als je dat doet, dan komt misschien de heks in die droom. En dan gaat zij mijn slaapkamer veranderen in een bos. Ja, misschien wel. Oké, ik ga een verhaaltje voor je lezen. Maar dat vind ik niet leuk, het begint altijd zo. Er was eens, heel lang geleden, heel ver hier vandaan, een hele mooie prins. Precies, denk je niet, hoor. Ja, nee, ik vind het wel. Ja, dat vind ik wel. Hé, Charlotte, ja, daar komt hij weer. Ik kan er niet door met de fiets. Hoi. Zo, wat was er aan de hand? Mag ik dat even weten? Wie komt eraan? Ze gaan doorheen zonder dat mag. Wie? De mensen met de fietsen. En daar zijn jullie toch voor, om die mensen dan tegen te houden? Ja, maar die luisteren niet. Nou, dan houden ze toch bij de kraagbeet? Of zie ik dat verkeerd? Ja, ik grote mensen bij de kraagbeet houden. En wie komen er nou aan? De andere mensen van de security.
Dat zijn de brede jongens van de security. Denk het, ja. En wie zijn jullie eigenlijk? Wie zijn jullie ingehuurd? Door, ja, weet ik eigenlijk niet. Weet je niet? Nee. Jij staat hier gewoon ingehuurd, maar je weet niet door wie. Nee. Dus als ik jou zou inhuren om voor een of andere duistere job, dan maakt het eigenlijk niet uit, want je weet het toch nooit. Jawel, want ik sta er al 3 jaar, dus... En dat is altijd goed gegaan? Ja. Ach zo. En wat vind je van het festival tot nu toe? Je hebt zeker een hoop gezien. Maar, ja, heel leuk. Ja, je staat hier gewoon de hele tijd. Ja, nee, ik ben ook rond geweest. Ja, zo leuk. Ja. En voor deze moet je de hele dag staan hier. Ja, we zien het dan. Krijg gewoon uit, zeg hij. Nou, eventjes. Wat is het probleem? Even wat is kut. Het probleem? Wat kut. Is het probleem? We zijn geen problemen, wij hebben nooit problemen. Het gaat gewoon fietsen. Fietsen, het gaat allemaal perfect. Ik weet niet, ik heb nog geen fietsen gezien, want ik kom net daar vandaan, dus... Waar zijn de brede jongens? Ben jij dat? Nee, ik ben niet breed. Helemaal niet. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Nou, het probleem is dat deze dames naar huis willen. Die dames willen naar huis? Ja, niet nu. Om 5 uur. Ongeveer. Maar het leven we nou. Het is nu 3:30. Kijk, maar niet, er komen er straks nog anderen. Nou, dat vraag ik dus eventjes of er nog vervangen zijn. Ik zit in principe bij A4, daar heb ik één jongen achtergelaten, dus dan moet ik zo weer naartoe terug. En wie is hier? Mark. Mark! Kijk uit. Wie bent u eigenlijk? Anoniem medespeler. Ja, er was hier ook al iemand die niet wist door wie ze ingehuurd was. Maar volgens mij, achter donkere zonnebrillen, dat soort mensen weten er meer van. Wie zit er aan elkaar uit? Ik hou me gewoon lekker op de vlakte wat dat daar gaat. Je nou gewoon je camera hierheen laten zakken, dan zie je hier staan organisatie. Dus hij zal er wel wat van weten, toch? Ah, dat is de organisator met een piepen en al. Aha. Een beetje nijs in vandaag. Ja, hallo, ik stel de vragen, ja. Ik heb de camera in mijn handen, dus ik stel de vragen. Hoe gaat het? Nou, het loopt perfect. Alleen vanochtend was het een beetje problematisch. Wat waren de problemen? Hoofdzakelijk catering. Op alle... Alweer? Alle podia, ja. Dat heb ik vaker gehoord. Avondbied, geen beleg op brood, broodjes verkort. Ja. Hoe komt dat nou? Ik slaap niet goed. Nou, ik weet niet hoe dat fout kan lopen. Maar het gaat in ieder geval, vanochtend waren die tappunten niet aangesloten. En dat moest dus allemaal ad hoc even geregeld worden. Maar slaap je goed? Was de vraag. Ik heb vannacht uitstekend geslapen. Ja, moet je daar geen middelen voor nemen om te slapen? Of, nee, dat hoeft ook niet. Geen zenuwen en zo? Nee, dat totaal niet. Ik slaap perfect. Ik hoor altijd dat die organisatoren toch altijd maar liever wakker blijven s'nachts. Ja, dat moet je wel eens doen om een enige tijd proberen in te halen. Omdat er zoveel werk is. Nogal, ja. Constant bij de telefoon blijven. Ja, s'nachts is het een stuk rustiger. Dus jij slaapt gewoon s'nachts? Ik doe mijn best wel in ieder geval om te slapen. Liefbeest. En dit wordt wel ondervangen hier zo op dit punt, denk ik. Ja, ik bedoel, er staan nou genoeg paars, dus dat gaat waarschijnlijk wel goed. Dus ik ga terug naar waar ik hoor. Veel plezier. Yo, dank je. Is de AF1 een beetje rustig geworden? Ging niet zonder politie. Maar dat werkt nu wel. Het ziet hier paars van de mensen. Ja, lachen. En maak terug. Polsen. Ja! Jasper? Ja? Ja? Ja, dat is leuk. Nee, ik ga hartstikke leuk. En hoe loopt het verder? Want daar heb je weinig zicht op. Het loopt nu gewoon voor. Loopt allemaal, alles loopt op schema. Een beetje stress in het begin? Ja, vanochtend wel even. Ja, precies. Gezond is het. Als dat allemaal van die losse onderdelen zijn, hè? Die dat, hè? Ja. Dit is echt een wat jouw bureau dan georganiseerd heeft. Dus, in opdracht van de campagne Schiedam is vanavond. Ja, het was pas ook niet van Schiedam. Toen mijn van de toneelvoorstellingen jullie in. Hey Jasper, en dan moet jij een koprol over mij maken. Ja, nog wat mee gemaakt. Schatproductie. Ja, dat is van het Passage Theater. En dan dat even met z'n drieën. Oh ja, dat is gauw dan. En dan hebben we rust. Ik heb
Het gaat goed, man. Het gaat allemaal goed. Ik ben de goede van u. Je ziet goed. Ben je? Goed. Hij is de muziek. Ik heb wat te roken bij je. Heb jij wat te roken bij je? Het zal oerwin niet zijn, hè? Ja, op man. Godzam, wat bedoel je? Gewoon ik heb vanochtend iedereen van sigaretten lopen keteren en daar heb ik zelf niks meer. Ik heb geen vuur. Dat heb ik wel. Nou, dat vind ik wel een goeie. Meneer de cameraman ook een sigaret? Nee, dankjewel. Ja? Nou, dat is het verkeerd pasje wat je op hebt, hoor. Ja, weet ik. Dat kunnen we hier niet hebben. Groen is groen. Kom dat ik hier zelf voor mijn eigen pasjes moet zorgen. We gaan voor pizza's hebben. Gaan ja. Kijken en dan kijken wat ik moet wegsturen. Ergens weer neerzetten. Voor de rest is het overal... Ja, bij de machine zal je ze teruggaan. Ja. Dus dat is geregeld. En hier bij A1, dat is nu ook? Ja, die zijn door de politieondersteuning gelijk perfect. Ja, dat is beter dan nu. Dat is wel nodig, hoor. Ja. Hij werd er gek van. En de hekken zijn verplaatst voorbij de... Ja, dat heb ik me even meegeholpen met jou. Voor de rest alles rustig, dus we redden het nog. Tot zwak. Hey! Oh ja, krijgen we die afdeling weer. Dat is weer een andere video. Sorry mensen, de video. Hoe gaat het hier? Dat is Stefan en dat is Anon. En wat is de connectie? Dat vind ik wel interessant om te weten natuurlijk. Posters van haar. Nou, Stephanie heeft die posters van het Plantage Festival ontworpen en posters van de Maas Boulevard gisteren. Nee. Even maak je een beetje hier. Ja hoor, best wel. Ja? Ja. Wat heb je allemaal gezien? Nou, ik ben net binnen en ik heb gezien dat het in ieder geval heel goed georganiseerd is, want het is echt van alles aanwezig. Dus, slijm. Nee, dat is geen geslijm, dat meen ik. Ik slijm niet. Apart joh. Hey. Nou joh, ja, dat gaat allemaal lekker joh. Ja joh. Mensen kijken, dit is een vrij rustige plek. Je treft ook mensen. En je maakt af en toe een praatje. En kijk, en je gaat ervoor staan. Er komt niemand meer door. Je spant een doek en het is voor hem voorbij allemaal. Voorbij allemaal. Dus daar hoef je helemaal niks voor te doen. Alleen maar... in de weg staan. Ja, dat is prima. Kijk, dat is nou het verschil, hè? Ja. Tussen een klerenkast en brains. Nee, die lost het gewoon zo op en de ander die gaat er gewoon breed voor staan en helpt nog niks. Je krijgt alleen maar ruzie. Nou, ja, je krijgt alleen maar ruzie. Kijk, ze nemen van niemand wat aan hoor. Gegarandeerd niet. Maar oké. Ben je ook Peter tegengekomen? Peter Beck en Loes en Peter Nee, mensen, ik ben wel een heleboel anderen tegengekomen dus. Mensen zijn andere vrienden. Bram Elk, Carla. Nou, er staat een camera op je rug, dan ben je kwijt of wees. Er komt dat ik geen losse microfoon heb, dus ik moet heel dicht op, weet je, om jou te verstaan. Ja, oké. Extreme close-up. Op één dag en de gaat weg. Overgebleven brigadier is het geloof ik. Die wil met jou even een koppeltje vormen in verband met het coördineren van de veiligheid. Oké, die is aanwezig bij de CP? Die is bij de CP. Kom jij naar de CP? Kom wel even de kant van de CP oplopen. Oké. Is dat al lang? Maar net had ik probleempjes met bekertjes, maar dat is ook goed. Dat is ook opgelost. Prima. Leuk programma hier, leuk. Ja, ja, vind ik wel leuk. Ja, nou Angela Groothuizen. Ja. Ja, ga nu verder. Plezier. Zou ik zo even met jou naar Podium Noord lopen? Is goed. Even met die agent even babbelen. Alles onder controle. Ja, zijn we alweer bijna uitgekocht? Alsjeblieft. Hij heeft nog flink wat uurtjes te gaan. Ah! Zijn we op de voorraad? Nee joh, ziet er niet uit. Hier wel alsjeblieft. Nee, alleen vrienden. Ik wil ook een bos bloemen. Camera. Ik ook. Nou gaat hij de gevoelige kant laten zien, alsof hij die heeft.
Hoi, hoi. Ze is verliefd op je. Ze wil met je trouwen, geloof ik. Nee, ze gooien één ding op papieren toe. En de prullenbak zit naar mijn moeder. Nee, dat is niet meer, mijn vrouw. Nou, we moeten dadelijk tot na. Nee, maar heb je wel plek. Maar hoe is dat? Oh Fred, hier, ik heb een speakerbox geregeld op bezoek van... Nee, maar laat maar gewoon liggen, dat komt van de afloop wel. Ga je even van die trek? Ja, klopt. Maar wie helpt er allemaal mee? Scouts die helpen, iedereen die helpt van de afloop. Scouts? Ja. Dus, nou, je bent vereeuwigd op de film. Ja, maar ik heb een paar dag voor Erik. Ja. Ik ben mijn maat kwijt. Voel jij er wel voor om mijn maat te worden? Dat is een goeie. Wat gaan we doen dan? Wat gaan wij serveren? Een beetje ronddwalen. Ja, dan kun je gelijk inspelen op alle andere tijden. Jij hebt een portefeuille van op je eigen net en ik heb een portefeuille van mijn net. Dat is toch van Adi hoi. Hartstikke goed, ja, volgens mij. Het gaat allemaal, maar dat je een kleine pauze hebt. Ja, maar dit pauze is vrij lang steeds, maar het is zeg maar de hartstikke goede stemming. Heel goed. Ja, het gaat hartstikke goed, maar zeer dan. Hoe vind je de groepen? Ja, te gek. Pak even. Ja, ho! Hoe vind je dit allemaal georganiseerd, zei je? Helemaal top. Ja, blijf nou even staan, want ik zit op... Ik ga even zitten. Echt een cameraman, die pakt het allemaal. Nee, ze helemaal top. Topbeentjes, top georganiseerd. Ik geloof dat er geen mens ontevreden is. Maar weet je wat ik zo leuk vind? Ja, je wilt dit op hoor, omdat ik geen losse microfoon heb. Zeg. Wat ik zo leuk vind, is dat er ook een Nederlandse poffertjeskraam staat. En dan zie je daar dus allerlei mensen voor staan. Het is zo grappig. Je hebt niet alleen de kebab en niet alleen ook de poffertjes tussendoor. Vond ik heel grappig. Hey, hoe kom jij hier terecht, Angela? Moet je maar Ron vragen. Kan je dat zelf niet zeggen? Ja, toch? Nou, ik doe dit soort dingen wel vaak. Ja? Ja, ja dat weet ik. Ja. Maar het spectrum, hoe is dat zo? Via Ron Jaspers. Ja. Via Harsan en Ron Jaspers. En de muziek. Vertel eens wat over de muziek die hier staat. Erg goede muziek. Rijland heeft gespeeld. Het is een Marokkaanse band. Erg goed was die. Vond ik dus ontzettend leuk. Net is er een Surinaamse band geweest die moet eventjes het Crioro Presirie. Dat is heel leuk. Dat is dus een band zonder echte instrumenten, maar wel met heel veel percussie-instrumenten. En heel veel zangers. Het is een beetje een cabina noemen ze dat. Een soort muziek die een beetje spirituele muziek, maar die wordt niet alleen bij begrafenissen zo gebruikt. Maar ook bij feestenpartijen en zo. Heel erg goed. Voor de rest, wie zijn er nog meer geweest? Even kijken hoor. Oh ja, de Resurrection Singers, daar begonnen we mee. De Resurrection, is dat iets spiritueels? Ja, dat zijn een beetje zo'n koor uit Amsterdam die allemaal gospel zingt en zo. En ik vergeet één band nu hoor. Oh nee, dat waren ze. En dan komt straks Era, dat is een Antilliaanse band. Die ken ik eigenlijk niet. Dat is een hele populaire band in de Antillen. En die bestaan 10 jaar, dus ze zijn een tourneetje door Nederland aan het doen. Kijk, vandaag is het laatste. Ja, ik vond het wel leuk. Dankjewel, Angela. Dankjewel. Prachtige lach. Wil dit op, wat de microfoon heb. Hoe heet jij? Kook niet aan mij. Nee, oké, okay. Wat ben je aan het doen hier dan? Ik ben aan het koken. Dat meen je niet. Ja, ben je aan het koken? Nou, dat zouden we niet zeggen dat jij aan het koken bent. Wat ben je aan het koken? Ah, lekker, dat eten vanavond. Hey, is het niet ontzettend veel werk? Ja. Hè? Ja. Ja, hè? Ja. Hoeveel mensen heb je zo al te zorgen? Een paar honderd. Ja. En dan doe je met hoeveel mensen dit? Drie. Ja. Drie maar? Drie. Heb je morgen vrij of niet? Ja. Nou, dames en heren, u hoort het wel. Een zeer spaarzaam persoon. Helemaal geconcentreerd in het eten. Nou, bedankt. Als de kipschotels.
Goed, nog een keertje. Sorry dat ik zo die hot moet, maar... Een Provençaalse kipschotel. En wat is dat dan wel? Dat zijn stukjes kipfilet die worden gestoofd in de Provençaalse rode wijn. Daar wordt, zoals je ziet, wat tomatenpuree aan toegevoegd. Dan komen de groene olijven door, niet al te veel. En dan wordt die verder gekruid met tijm, oregano, hoe heet het andere spul? Wat gaat er nog meer in? Hij zegt niet alles. Tijm, oregano, rozemarijn natuurlijk, dat is die knoflook. En dan wordt hij geserveerd met stokbrood. En dan hebben we de Provençaalse kipschoten. Heerlijk. Eigen recept? Ja, eigenlijk wel. Ja. Afgeleid van iets wat ik in de kookboek eens een keer gelezen heb. Is dat inspiratie die je krijgt als je langs de pottenafdeling loopt van Albert Heijn? Of is dit maar één, ja, gemene vraag hoor. Maar is het... Nee, dat... Dat nee, dat is het niet. Nee. Gebeurt gewoon, geloof ik. Ineens is daar weer een recept, een nieuw recept. Ja, en dan probeer je het uit en dan vind je hem soms niet helemaal geslaagd en dan voeg je er wat extra aan toe. Kijk, dat zie je wel, we gooien nou gewoon uit de hand de kruiden erop. Omdat we gewoon weten van er moet ongeveer zoveel in. Nou, en daarna gaan we hem echt proeven. Nou, dan is het alsof dat ze nou toch nog een vleugje extra rozemarijn met even een ietsje meer knoflook om gewoon een mooie balans in de schotel te krijgen. Okay. Het gaat mij gewoon meer om het symbool. Ja. Die verkopen ze voor een joetje, kopen ze in voor twee knaken. Ja, dat is een beetje rechtsongelijkheid bij je dan. Hè? Ja, maar nu is het zo van nog drie uurtjes hebben ze te gaan en ik heb zoiets van laten lopen. Hey, wat was het met die hamers? Maar hoezo? Wat hebben jullie dan bij die andere gerekend? Ik dacht dat die ene meneer die sowieso die ballonnen aan het verkopen was, gewoon de normale prijs 175 euro te gaan. Weet je dat nou? Ja. Die stond op de lijst namelijk. Die had zich van tevoren aangenomen. Oh, die vrijhoek. Vrijhoek, ja. Maar jij hebt geen hamers. Nee, maar... Jij hebt van die hete luchtballonnen. Ja. Nou, ik heb daar verder geen probleem. Nee, maar die Ed, die moet ook even terugkomen, die zal elkaar nog paar schulden. Om dat eventjes om te roepen. Heb ik zojuist gedaan. Jullie zijn geweldig. Ja, dat weten we. Maar ja, ik ben niet gewoon overdrijven. Hans, ja. Hoe lang ben je nou van plan met de kip op schoot te blijven? Tot zijn moeder er is. Ja. Ze hebben het nou net van het grote podium gezegd. Nou, moet even wachten tot je moeder nog komt. En alle politiemannen die zijn ook al aan het zoeken. Ja. Dat komt wel goed hoor. Op! Ah! Hey, kom eens even hier. Nee, kom even hier. Vertel nou even wat er met die hamers was. Nee hoor, daar ben ik niet voor in de stemming. Nu. Nee, echt niet. Ik heb hem opgenomen. Er is iemand anders die over de keurkeling gaat bij de praat. Hey. Hey. Eddie. Prima. Nee, je bent weer aan het werk. Ja. Heb ik niets gehoord? Zo. Nee. Ik heb gelezen en gemerkt. Nee. Ik werk tegenwoordig samen met de vaccinvoerder. Met Ron. Als als musical event doen we samen. Wat meen je dat nou? Ja. Hé, hey, was gefeest, hè? Dus je bent daaruit. Ja. Nou, te gek. Ik zit nu in dit zin. Perfect. Nou dan veel plezier mag ik je aanraden. Dan krijg je, het programma is voor de staat gestapt. Hartstikke leuk. Nou, dan word je vast heel stevig ding. Zijn jullie nu al? Nu al. Lekker. Kijken. Ja, dan krijg je een eindbeoordeling opgestuurd thuis. Kom hier bak. Doen we. Ik ben ook kruid. Is het nu voldoende? Nu snap ik die andere video. Het eigen Hugo dus. Verdwenen in de verte. Camera schuw. Okay, how?
En wij lopen stage en wij leren de mensen dus hoe je schoenen moet poetsen en wij geven adviezen daarover. En we herkennen de mensen ook aan hun schoenen, dus je kan bijvoorbeeld zien of de mensen naast hun schoenen lopen of ze tegen de maatschappij aan trappen en dat soort dingen. We zitten hier dus in het kader van onze stage. Oh ja? Ja. Oké, okay, zullen we eens even gaan uitproberen, uittesten? Ja. Loop ik naar de schoenen, schop ik tegen de... Dan moet ik even gaan kijken. Oh, nou dat is heel erg moeilijk. Nou, toch loop je al een beetje naast je schoenen, want ja, ze puilen al een beetje uit, maar ja. Nou, voor de rest valt het wel mee. Maar dan moet ik zeggen dat met gympies altijd heel erg moeilijk te zien is, hoor. Want gympies die gaan toch altijd heel erg snel om je voeten zitten en met echte leren schoenen kan je dat beter zien allemaal. Oké, vertel eens wat over die meneer dan. Met deze meneer heeft een heel apart verhaal. Hij heeft namelijk allemaal gaatjes in zijn schoenen. En dat betekent dat het schoenbacterie ook bij hem is opgetreden. Daar moet je heel erg goed voor zorgen dan, voor je schoenen. Want als je je schoenen niet goed verzorgt, dan zijn zo meteen heel je schoenen gaatjes. Dus hoe minder goed je voor je schoenen zorgt, hoe meer dat schoenbacterie in je schoenen indringt. Moet ik jij dan serieus nemen? Ja. Of je zit allemaal gewoon... Je zit er wel zo met zo'n big smile achter en zo. Het is allemaal... Je gelooft er zelfs al in. Ah, ik wel. En maar het is ook een beetje het luchtige type, deze meneer. Want ook al door die gaatjes. Het is meer, als je een gaatje in schoenen, ben je meer luchtig. Je ziet alles een beetje luchtiger, een beetje. Ja, dus ook een beetje voor de ventilatie is dit ook een beetje. En wat je vooral Nederlandse mentaliteit is vaak dat als mensen komen ze in de winkel, kopen ze nieuwe schoenen. En dan denken ze bij de kassa, hé, wacht eens even, er zitten gaatjes in mijn schoenen. Dus ik ga korting vragen, want er is minder leer in verwerkt. Maar die mensen komen vaak er ook uit. Als ze bij de kassa komen, moeten ze gewoon veel meer betalen nog. Dus dat is ook weer, absoluut werkt dat weer tegen, een beetje met de Nederlanders. Okay, dat is wat een beetje over die manier kan vertellen. En voor de rest, nou moet ik zeggen, hij trapt ook een heel klein beetje tegen de maatschappij aan. Kijk, je ziet het al meteen hier. Ja, en dat hoort ook zo. We kunnen nog uren door blijven lopen, Dat noemen ze geen schoppen, dat is tegenwicht geven. Tegenwicht geven. Ja, maar dan heel licht schoppen. Heel licht. Dat moet je ook, heel wakker te blijven. Ja, dat is goed. Schop naar voren uit. Mem, mag ik u wat vragen? Hoeveel hamers verkopen ze al op een dag? Vandaag? Ja. Ik denk vandaag 75 of zo. 75 hamers verkocht? Ja, nog niet, maar verwacht ik 75. Hoeveel heeft u er nu verkocht? Nou 55 of zo. 55. En wat is er zo leuk aan die hamers? Ja, weet je niet. Mensen denken leuk. Ja. Iedereen die loopt mee, hè? Ja, mensen denken leuk. En die Feyenoord kampioen, nou verkopen in Kolsingen denk ik 120 of zo. Maar mensen voelen leuk. Ja. Ik ook op om te leuk. Goede business of zo? Nee. Investering van geld en ja, verwacht aan de klimaat, hè? Ja, dat zijn goede zaken. Goeie weer. Wat kost ze per stuk, die hamers? 10 gulden. 10 gulden? Ja. Nou. Wanneer er regen en zo, ja, allemaal gevreten, hè. Bedankt. Even praten met die vleugel. Hoxana, mooi de doel, Hoxana. Şişeleri boynuna taksana Zım zım teker gelsene bize Zım zım teker gelsene bize
jammer, 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 jammer. Aman hava olmasın, sızsızmasın. Aman hava olmasın, sızsızmasın. Yammer, 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 yammer. Oynamaya geldik, oynamaya. Şikidamda yabakatmaya oynamaya geldim oynamaya ah şikidamda yabakatmaya ayılana gazoz bayılana limon ayılana gazoz da bayılana ayılana müzisyeniz ne talihsiz müzisyeniz düşemedik senin hocaya düşemedik senin Simsim teke bensene bize simsim teke bensene bize simsim teke bensene bize simsim teke bensene. Oturuyoruz. Hep dostumuz. Kolay. Güzel dostum kaya. Nasıl halay? Müzik. Yok dedi ki Diyarbakır, dedi ki atın bunu zindana, ley, 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 ley. Çöney, 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 çöney.
lekker, lekker. Wat staat er op? Aqua. Aqua dan, aqua. Water. Dank je. Waar speel jij? Hoe heet die? Creole plezier. Wat? Creole plezier. Heb je al gespeeld? Jawel, jawel, we hebben al gespeeld. Hoe is het gegaan? Nou, ik vond normaal. Ja? Normaal, normaal. Maar publiek zo? Jawel, ja, enthousiast. Ja hoor. Ja? Vooral weer al geslaagd gedaan. Ja, zeg dat wel. Ja? Zeg ze allemaal, zeg ze allemaal. Hé, hey, dank je. Dank.
festival. Muziek, hè?
oase van het festival. Festival. Ik ga proberen te snappen, om te kijken of hij wel goed zijn werk doet. Hij heeft het in de gaten, hij heeft het in de gaten. Nu al, ik loop net achter hem. Maar we blijven gewoon volhouden. Hij begint al breder te lopen. Hij begint al een beetje raar te lopen. Zodra er een camera achter hem staat. We zullen... Die gozer kan alleen maar op 10 meter blijven volgen. Die gek. Wat zal hij gaan doen? Wat is de missie van Hugo op dit moment? En zijn haar zit nog steeds goed. Ja, maar dankjewel. Ziet er goed uit. Ik heb niks gezien van jullie gisteren. Geef maar we waren hier bij. Kijk maar naar het bandje. Jouw moeder... naar de podium Noord, hier fusken, dan kan je de radio uitlaten en dan weer terug. Inladen, opladen, weg. Jullie moeten maar even wachten. Je zit er gewoon zo'n bier. Ja, nee, okay. Als je maar wel zo'n... Gaat naar het podium uit. Ja, hij gaat bier ophalen. Ja. Hij gaat dat fusken neerzetten, het podium Noord, en dan gaat hij naar de stadsradio, want daar moet hij spullen inladen, begrijp je. Even podium Zuid hier. Ja, dat zijn wij dus. Het is de stadsradio. Goed, dat even. Ja. Is er niemand anders? Mijn huisje. Even ja, het is stom, want we hadden gelijk dat ding even kunnen laden. Best wel.
Kunnen we niet... hebben een aantal mensen hier rondlopen toevallig? Ja. Jongens, succes! Leuk. Een dikketje, 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 is dat al? Zeg, giraf, zei dikketje dan. Maar ik weet eens even bij je. Hij stiekem van je nek afglijden. Zomaar eventjes. Stop my love. Zijn, wij hebben toch ook de tijd.
Het is alweer de allerlaatste act van dit tweede Spectrum Festival. En nog even voor degenen die het wisten. Het Spectrum Festival is een van de projecten van de campagne Schiedammers van overal en nergens. En ik geloof dat dit een hele geslaagde afsluiting is van een campagne die tot doel heeft de integratie van verschillende migrantengroepen in Schiedam te bevorderen. En de campagne is niet alleen gericht op migranten, maar ook op andere Schiedammers, want het proces van integratie kan alleen maar succesvol zijn als het van twee kanten komt. Nou, ik geloof dat het vandaag zeer geslaagd is. Het weer werkte mee. Er is helemaal niets gebeurd. Er zijn heel veel bezoekers gekomen. Er is niet één ongelukje gebeurd. Fantastische muziek is er geweest. En wat is er toch veel moois te delen op cultureel gebied. Nou, we gaan naar de muziek toe. Het is de allerlaatste act. En ondanks dat de dag één groot hoogtepunt was, gaan we dit toch als een hoogtepunt presenteren. De heren komen uit Turijn, Italië. En ze heten Mau Mau. En Mau Mau zijn ook die hele lange Afrikaanse stammen die zo heel hoog springen. Maar in Italië betekent het ook een beetje van de dwarsliggers. Ze zeggen wij maken beslist geen wereldmuziek. Dat vroegen ze me ook om dat jullie te vertellen. Maar ze noemen het zelf rebel folk. Dus dwarsligger folk. Ja, folk, folkmuziek. Het is onvervalste Noord-Italiaanse folklore. Met een vleugje Midden-Oosters en Afrikaanse percussie. Het is misschien wel een nieuwe vorm van muziek. Ze hebben hier in Nederland opgetreden. Ze komen snel weer terug. De teksten zijn politiek kritisch tegen het racisme. Tegen de problemen die ontstaan door migratie. En tegen de armoede. Laten we met z'n allen gaan genieten van deze Mau Mau! Thank you.
Marcel, weet jij? Zit Marcel te eten? Weet je? Marcel, Podium Noord, kom er eens in alsjeblieft. Marcel, Podium Noord, kom er eens in alsjeblieft. Nou, er zit ook een stil in de rest van de kamer. Hier weer een meisje zitten voor de tweede keer. Heb ik even je naam vergeten. Sabrina, hè? Ja. Sabrina de Groot zit hier. Als Mau Mau klaar is, zou je dat even om willen laten roepen, alsjeblieft. Wat is de naam? Sabrina de Groot. En die zit bij de centrale post. Alweer?
Sabrina. Dat is ook dezelfde, ja. Waar ben jij? Nou, mouw, dat voor mij niet veel te storen, hoor. Ja, ik probeer mijn mouw eens even te kappen. Precies, en als je daarna het even door wil geven, ik zou weer aan de vader. Oké, bedankt. Ik kom bij de tweede keer al hier. Hans voor Ron. Nou, prek hoor. Ron, er is er straks een verzoek geweest. Ik omdat, moet nou weer terug. Maar om 7 uur moet stoppen. Ja, dat er iemand van ons even aanwezig is voor het geval dat er wat fout gaat lopen. Kan jij daar zijn? Want ik zit hier met een kindje. Er is het verzoek geweest of iemand van ons bij Podium Noord wil zijn om 7 uur. Voor het geval Mau om 7 uur niet wil stoppen om daar eventueel in te grijpen. Kan jij zorgen dat je daar bent om 7 uur? Nee. Hallo Ron, kom er nog eens in. Kom voor elkaar. Oké, voor elkaar. Hans, kunnen we nou onze kinderopvang bombarderen? Nee, ik dacht het niet. Ze gaan straks weer van het podium afroepen, maar ze wachten even tot het denkje klaar is. Dus het duurt even.